Hoe hebben uw cliënten gekeken naar dit laatste woord van Robert M.? Als ik het heel netjes zeg, met gekromde tenen. En kunt u dat nader toelichten? Nou ja, kijk, als deze verdachte er teksten uitgooit die er eigenlijk op neerkomen dat hij beter weet dan mijn cliënten hoe ze hun eigen kinderen moeten opvoeden. En we weten allemaal wat deze meneer gedaan heeft en welke bekentenissen hij heeft afgelegd, dan laat dat zich nogal moeilijk met elkaar rijmen. Hij heeft het eigenlijk alleen maar gehad over het leed en dat hij zich beseft wat voor leed hij heeft aangericht, wat voor gevolgen het heeft voor de ouders, dat hij daar nog heel lang mee te maken zullen hebben, dat het leed bij de kinderen enorm moet zijn. Dus ik ben het niet met u eens als u zegt dat het alleen maar over hemzelf ging. Hij bood zijn excuses ook aan. Hij zei, ga verder met uw leven. Vonden ze dat oprecht? Nou ja, met u, mijn cliënten gaan hoe dan ook verder met hun leven. Vergeef mij, zei hij ook. Sommige mensen hebben dat gedaan. En hij heeft steeds ook benadrukt dat de goede dingen waar hij het over heeft gehad niet in verhouding staan tot het leed wat hij heeft berokkend. Hij heeft dat meermalen benadrukt, dus voordat er verkeerde conclusies uit worden getrokken van hij heeft het over de goede dingen. Nee, hij heeft steeds gezegd dat staat in absolute wanverhouding tot het gruwelijke leed, heeft hij zelfs gezegd, wat ik heb aangericht. Dat is een keuze die hij heeft gemaakt omdat hij aan het hart wilde spreken. Vreesde zij dit laatste woord of wilde ze hem juist nog wel een keertje horen? Weet u, in één ding heeft hij gelijk. Mijn cliënten zijn heel sterk.